De waterschapsverkiezingen die thans worden gehouden zijn een eerste stap naar beter waterbeheer in Nikeri. Dit district telt 12 waterschappen. Deze gebieden, die elk worden geleid door een bestuur, gaan over het beheer en de controle van het water. De waterschapsbesturen zorgen er dus voor dat de landbouwarealen in Nikeri voldoende water hebben om te produceren. Minister Stanley Raghubarsingh van Financiën en Planning heeft de vorige week de retentiemonitoring unit RMU geïnstalleerd. De unit moet erop toezien dat alle verdiende vreemde valuta exporten uit exporten naar Suriname komen en dat een deel daarvan beschikbaar komt voor de economie. De plicht tot repatriëring en retentie wordt door regels van de deviezencommissie voorgeschreven. De repatriatie lukt goed. De vreemde valuta komen naar Suriname, maar de retentie, de verkoop ten behoeve van de gemeenschap, loopt stroef. De RMU zal erop toezien dat 35% van de vreemde valuta ook echt beschikbaar komt voor noodzakelijke importen. De RMU is belangrijk om koersen en prijzen te stabiliseren.